Linkerbocht trouwens is nog altijd in de aanbieding. Paarden draaien. En de start is in één keer goed en het is ook een prima start voor de favoriet Sante Griff. Neemt niet de leiding, er zijn er twee sneller. En op weg naar de eerste bocht is het Jaap van Rijn die de leiding neemt. En daar gaat Sante Griff. Daar gaat Sante Griff weg. Kijken of die op tijd gezet kan worden. Op dit moment lijkt het er niet op. Uitgeschakeld nummer 5 galop. En dit was toch ja, min of meer mijn waarschuwing. Ze heeft zo van die dingen. En nou is het kijken of ja, de andere paarden het kunnen doen. En of er misschien wel een topuitbetaling uit de buscontrole. We gaan op weg naar de finishpaal met aan kop van het veld. Dus die Giant Starlink heeft een lengte voor. Op de tweede plaats Bogajaar. Achter Bogajaar in derde stelling Freek Schermer. En achter Freek Schermer is er aansluiting voor nummer 2. En dat is dan Hollywood Star. Twee rondes te gaan nog. Aansluiting komt er voor Vaki Roldersom. Daarachter hebben we dan Hummer Scott. En die wordt op een lengte gevolgd door Griff Junior. En aansluiting is er daarachter voor zo te zien Isabella J1. En zou Il Classico Renka ook achterop geraakt zijn. 20 rond was de opening uit de banden. En de koploper gaat makkelijk. Die gaat sterk. Giant Starlink. Die pakt 1,5-2 lengte voorsprong. Tweede plek erachter voor Kooijman met Bogajaar. En daarachter ligt Niels Jongejans. Die invalt als gastrijder achter Freek Schermer. Freek Schermer op plek 3. Vierde plek voor Eline Jansen met Hollywood Star. En daarachter wordt het gaatje nu dichtgelopen door op de vlieger met Fakir Olderson. Die moest in de tweede band beginnen. Dat geldt ook voor Tesla die daarachter ligt met Hummer Scott. Paard in de rechterlijn overzijde. Van Rijn doet even wat rek- en strek oefeningen. Heeft zijn paard inmiddels teruggenomen. Het gaat al lang geen 20 meer. Ja, 19-4 wordt er nu gegeven. Maar het tempo is helemaal uit de koers als de paarden de linkerbocht ingaan. Ja, Hans IJsvogel zou zich afvragen wie gooit de knuppel in het hoenderhok. Vooralsnog niemand. En dat betekent dat Giant Starlink mag dicteren. Met op de tweede plaats Bogajaar. Een gigant van een outsider. Het antwoord op de vraag van IJs is paard nummer 7, Hummer Scott. Die gaat daar naar voren aan de buitenkant en komt zo dadelijk tot schuin naast de kop lopen. Maar in een fase van de koers dat Jaap van Rijn zoiets heeft van ja, dan had je er maar iets eerder moeten zijn. Maar er lijkt geen houden momenteel aan Hummer Scott. Die ramt door aan de buitenkant. Heeft inmiddels een halve lengte, drie kwart lengte. Het wordt een hele lengte. Het is een mooie move geweest van Dion Tesselaar. Hij brengt het veld in ieder geval de laatste ronde in. Met aankop van het veld met op de tweede plaats erachter Giant Starlink Bogajaar. Daar komt Jongejans van de Reling af met Freek Schermer. En die vormt terug voor Griff Junior. 16-8 tussentijd en we zijn inmiddels in de laatste ronde. En het is Hummer Scott die leidt. Hummer Scott erachter Giant Starlink die al een half spoortje naar buiten is gegaan. Buitenkant komt Freek Schermer, gigant van een outsider. Geldt ook voor het paard aan de reling, Bogajaar. En daarachter Griff Junior. Griff Junior ligt er eigenlijk heel mooi in met Michel Rotegatter in de kleuren van Casper Velding. En daarachter volgt aan de relingzijde dan nog Eline Jansen met Hollywood Star. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer in. Hekkensluiter op dit moment is Fakir Olderson. Die is niet al te gelukkig geweest met dit koersverloop. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Daar komen allemaal aanvallen aan. 17-2 de tussentijd. En daar komt de aanval aan de buitenzijde. Hummer Scott leidt nog altijd. Maar de aanval aan de buitenkant is van Griff Junior. En die is naast Hummer Scott en heeft inmiddels een halve lengte genomen. Daarachter komt naar tweede sport Giant Starlink. Aan de binnenzijde gaat Bogajaar geweldig mee in dit geweld. En achter deze paarden moet Isabella J. even passen. Krijgt binnendoor, zo dadelijk misschien een aanval van Hollywood Star. Buitenom van Fakir Olderson. Maar vooraan zijn toch echt drie paarden weg. En neemt Griff Junior de leiding over. Griff Junior. Aan de buitenzijde komt hij zo dadelijk misschien nog onder druk van Giant Starlink. Die een geweldige koers loopt vandaag. Rotegatter echter, die gaat aan het werk. Maar het lijkt helemaal niet nodig. Want ja, Griff stond eigenlijk vandaag als een rols tegen Skoda's. Met alle respect. Het is Griff Junior die het hier heel gemakkelijk wint. Tweede is een ijzersterke Giant Starlink. Wat een mooie derde plaats zeg voor Bogajaar. Voorlopig eindtijd 1:17:04.